Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik ben net wakker. Ik heb even een serietje gekeken en ik ga mij nu klaarmaken. Ik ben me aan het opmaken. Kijk, ik vind dit eigenlijk al super mooi tegenwoordig. Gewoon natural. Ik weet niet, ik voel het opeens. Maar ik heb dus in plaats van een roze blush heb ik nu meer zeg maar een... wat is het? Peachy kleur. En dat vind ik eigenlijk ook echt heel erg mooi. En dat ga ik nu ook echt op mijn oogleden doen. Beter dan dit gaan mijn wimpers niet worden. Het probleem is dat ik gisteren mijn mascara niet eraf heb gehaald. En nu heb ik amper wimpers. Dat gaat bij mij echt heel erg snel. Ik besef me nu pas dat ik deze pyjama al een dikke week aan heb in mijn vlogs. Hij ruikt echt nog fucking lekker naar bloemetjes. Geen grap, maar ik transpireer echt bijna niet sinds mijn puberteit. Zodoende eigenlijk. Het enige waar ik echt last van heb zijn zweetvoeten. Maar ja, dat heeft niks te maken met mijn pyjama. Maar deze badjas moet echt wel nodig gewassen worden. Is het ook helemaal onder de make-up. Ik ga weer even mijn laptop opladen. Want ik weet dat ik straks moet editen. Voordat ik mijn vaat hierachter ga doen, want het ziet er inmiddels zo uit. Na gisteren. Ga ik eerst even een lekker ontbijtje voor mezelf maken. Ik heb dit wel echt heel erg gemist. En het is echt het voordeel van als je net boodschappen hebt gedaan. Dat je gewoon lekker kan kiezen wat voor ontbijt het wordt. Want ik heb denk ik echt al 2 weken geen fatsoenlijk ontbijt thuis gehad. Omdat wij gewoon te lui waren om boodschappen te doen. En beseffen we het nog online. Maar als je net boodschappen hebt gedaan. Kan je echt het lekkerste ontbijt ever maken. Dus ik ga even kijken. Kijk, ik heb mezelf voorgenomen. Dat zei ik al eerder dat ik 3 keer per week nu avocado ga eten. Dus ik ga vandaag avocado eten. Maar met wat? Ik wil iets met deze combi doen. Rivierkreefjes en avocado. Ik heb hier echt zin in. Maar ja, ik heb nog de ene crackers die ik mag eten. Ik heb heel lang niet gehad. Het is toch wel lekker, maar ik heb eigenlijk ook wel zin in een eitje. Wat zal ik doen? Ik heb uiteindelijk een manier gevonden hoe je een avocado het beste kunt snijden. Ik vind deze nog best wel hard hoor. Ik weet niet of het gaat lukken. Maar ik heb het laatst gezien in een YouTube video. Wat je dus moet doen is je snijdt hem door de helft. Even kijken. Oep. Zo. Zo, hij is best wel hard. Shit. Kom op, hij is nu al mislukt voordat ik het heb gedaan überhaupt. Ik ga stuk. Dan moet je de avocado uitlepelen. Kijk, dit deed ik dus echt nooit. Dit is een stap waar alles mis ging, zeg maar. Even kijken of dat lukt. Oh, dat is wel echt moeilijk, man. Dan leg je de avocado dus zo neer. En dan moet je, even kijken, zo volgens mij, hè? Ja, toch? Of andersom, nee, zo. Moet je de avocado heel rustig in dunne plakjes snijden. Zo glibberig. Ga stuk. Dan hebben we hier 2 crackers. Lekker met rivierkreeftjesalade. Even een boomerang maken van mijn Instagram. Mensen vinden het leuk om te kijken naar wat ik eet. Ik krijg er heel vaak DM's over. Deze is wel cute. En dan nog een gifje erbij. Kijk. Wat is leuk. Niks. Dus ik ga zoeken op cool. Nee. Lekker. Zo, ik heb heerlijk gegeten. En nu komt de vraag van de dag. Zo. Waarom is deze beeld zo oranje? Veel beter. Ga ik mijn haar los doen of vast? Ik denk gewoon weer voor vast haar gaan. Ik heb helemaal geen zin om mijn haar te doen. Ik heb mijn haar iets anders gedaan dan normaal. Ik heb het hier gewoon niet uitgekamd. Dus de krul er een beetje in. Hier niet. Het ziet er een beetje raar uit. Maar ik vind het eigenlijk niet heel lelijk. Oh mijn god. Die lijnen. Oh. Ja, wat is er aan de hand? Hoe vaak moet ik de deur nog open doen dat je toch niet uit huis wil gaan, want de wind is heel hard. Maar je wilt nog steeds blijven krijsen voor de deur. Ik snap het niet. Wat wil je nou hier? Ga maar naar buiten. Je mag maar naar buiten. Kijk, ik snap het niet. En dan doe ik de deur dicht en dan gaat ze weer lopen janken. Ik word
helemaal gek in mijn hoofd. En ik kan eindelijk deze oorbellen weer in. Oh, dit zijn echt mijn lievelingsoorbellen. Gewoon, maar ik kon ze heel lang niet in. Omdat ik last had van eczeem in mijn oren. En deze waren iets te zwaar. Ik ben echt in de mood voor een leren rok. Deze nog heftig een beetje latex. Maar goed, lekker panty eronder. En dan wil ik echt zo'n oversized sweater eroverheen. Ik heb net de panty aangedaan. Ja hoor. Mijn rok is gewoon mega groot. Ik kan hem zeg maar wel aan, maar met taille is die echt zo groot. Oh, en deze laarsjes eronder. Ja, wat kaars uit moet ik weggaan, kreeg ik deze situatie alles omgegooid. Fucking hell. Zeg dat er met mijn huisleutels gebeurt. The fuck. Ik ga even snel naar de Albert Heijn, want ik moet ongezoete amandelmelk kopen. Om van mijn koffieverslaving af te komen. En ik laat jullie laten wel zien hoe. Loop ik naar de supermarkt toe. Zit mijn cosmetisch niet in deze tas, maar in een andere tas. Oh, en die zit in mijn slaapkamer. Maar die moet ik dus pakken. Dus ik ben voor niks naar de supermarkt gelopen. Fucking vervelend. Got it. Ik heb mijn ongezoete amandelmelk. Ik ben er heel erg blij mee. Nu moet ik even doorrijden, jongens. Gaat het erg als je onderweg naar een afspraak bent. En dan kom je erachter dat je echt heel erg nodig moet tanken. Dat moet ik nu dus doen. Het is vet koud buiten. Ik heb echt geen zin. En ik word nu raar aangekeken. Zo, heel onhandig. Zo de camera. Zo, ik zie zo helemaal niks meer. Weet ik echt, echt super raar vind altijd. Als je bepaalde mensen gewoon tegenkomt. Die je overigens helemaal niet goed kent. Of eigenlijk helemaal niet kent. Waarvan je dus weet dat ze je eigen totaal niet mogen. En je komt ze dan random ergens tegen. Dat ze dan moest lief gaan doen. Ik snap dat zeg maar niet van, voel je jezelf daar, ja, voel je jezelf daar goed bij of zo als je zo nep doet in iemand zijn gezicht. En mij boeit dat verder niet hoor, ik doe er ook echt precies niks mee, want ik doe gewoon tegen iemand hoe die ook tegen mij doet. Als iemand lief tegen mij doet, doe ik ook gewoon lief terug. Maar ik snap dat dan gewoon niet van, ja, wat is je bedoeling dan precies? Ik vind dat heel erg vaag, nou ja, genoeg gezeik vandaag. Ik vind... als je van een verslaving af wil, dan moet je het eerst goed afsluiten. Dus ik ben nu bij de McDonald's. Dus ik heb een zwarte koffie gehaald. Maar ik wilde vanaf dat ik zeg maar meerdere koffies per dag drink. Ik moet het bij één koffie houden. En daarom heb ik even een nieuw drankje. Nou ja, ontdekt wou ik zeggen. Ik heb hem ontdekt bij Spirit en ik ga hem namaken. Ik ga nu even doorrijden naar mijn boekhouder. Ik heb daar even een afspraak, want ik kom ergens niet uit. En ik heb echt even hulp nodig. Weet je, ondernemen zijn is echt wel, zeg maar, leuk. En hier zijn voordelen natuurlijk. Je kan je eigen tijd innemen, dat vind ik het belangrijkste. Maar, ja, je moet ook heel veel gewoon zelf regelen en zo. En ja, daar valt het ook onder. En wat ik me echt laatst bedacht, tenminste, zat ik net aan te denken van... Ja... Kijk, het is maar dat ik een beetje een economische... Nee, economische achtergrond. Ik heb gewoon economie gehad op school. Dat bepaalde woorden mij niet geheel onbekend zijn. Bepaalde termen, zeg maar. Maar ja, ik vind het echt heel erg knap hoe sommige mensen het dan allemaal maar doen of zo. Want het is echt niet makkelijk. Het is inmiddels 5:00 en ik ben net thuis. Ik moet heel onder de deken gaan liggen, want het is echt super koud buiten. Het is wel lekker warm hier binnen. Ik ga ook gewoon gelijk mijn rok aandoen, uitdoen, want ik vind het echt gewoon helemaal niet fijn zitten. En ik heb dus vanavond afgesproken met Esmee, of 1,5 uur eigenlijk al. Maar ik heb dus eigenlijk nu nog lekker een uurtje om hier gewoon lekker te liggen, mijn vlog te editen voor morgen. En dan loop ik weer lekker op schema. Okay, ik heb in de tussentijd even snel een vlog geëdit. Ik ga me nu even snel omkleden. Esmee is al onderweg naar mij en ik weet in godsnaam wat ik aan moet doen. Ik haat dit. Nu is het ook al veel donkerder buiten. Maar ik heb even gekozen voor deze trui met deze broek. Lekker makkelijk. Wij zitten inmiddels. Ik en Esther inmiddels bij IKEA. We hebben besloten om bij IKEA te gaan eten. Want ja, ze hebben fucking lekker eten hier. En het is cheap. Ik heb dus weer zalm, broccoli, venkel en een sausje. En we hebben een mega salade samen. Dit is van Esmee, zoals je kan zien. En Esmee, kipsaté met kip. En wij gaan lekker eten. Serieus, wij zijn echt goede eters.
hebben heerlijk gegeten en wij lopen nu door de IKEA. Ik heb echt een uitvinding gevonden, jongen. Dat ding kost 99 cent voor mijn thee, zoals je kan zien. Ik had ook een theepot. Ja, ik wil een theepot, maar ik kon de thee niet warm houden, want hij had niet zo'n onderding. Nou, nu snappen ze echt waar ik het over heb. Jongen, we zitten nu bij de Koopjeshoek, bij de IKEA. En is ze mee, ik weet niet of je daar kan zien. En weet je wat je te koopt? Daar is ze. Echt leuk. Ik zit hier als een boze man die wacht op zijn vrouw dat ze klaar is met zoeken van dingen. Gewoon alleen goed dat er een bankje is. Ik ben wel echt moe geworden, man. Ja, ik ook. Jij moet mij helpen met die lamp. Heb je hem aangezet? Ik heb hem aangezet, denk ik. Is back met de vlogs, hoor. Ik ben back met de vlogs. Wij zijn dus naar de IKEA geweest. Nou, het voelt echt raar. Vertel het maar. Nou, we zijn dus naar IKEA geweest en het was echt zo ontzettend leuk. We zien er ook echt heel mooi uit. Ja, we hebben een heel glimmend voorhoofd en zo. Ik heb echt doodgezweet. We hebben Mirke gewoon een hitteaanval daar. Ja. Ze zegt opeens, ik krijg het echt zo heet. Ik krijg het echt heel warm nemen, maar ik krijg het echt, ik ga bijna flauw vallen. Maar we zijn wel geslaagd, want ja. Esme heeft een lamp gekocht. Ik heb zomaar een lamp gekocht. En die gaan we zo fixen, tenminste. Ja. Zij verwacht van mij dat haar daarmee helpen, maar ik heb dus echt geen verstand daarvan. Je gaat me gewoon helpen. Oké, ik ga helpen. Ze zegt ik doe dat thuis ook niet. Nee, maar ja, nu wel eventjes. Het is echt zeg maar zo'n, beschrijf jouw lamp eens. Een glazen vissenkom met een gat erin. Dat zei ik. Ja, dus dat heb ik gekocht. Gaan we zo fixen. En, ik ga eerst naar mijn huis. Ja. Even snel pyjama aandoen, want ik ga helemaal door met deze outfit. Dit outfit. Nee, deze outfit is goed. Zo, soms ga ik gewoon twijfelen aan mezelf. En daarna gaan we, wat gaan we drinken? Weer? Chai thee maken. Dat gaan ze maken voor ons, oké. Echt leuk. En je moet even niet, oh, ze denkt ze is echt de Mark, oh nee, Max Verstappen. Ik dacht altijd Mark Verstappen. Nee. Zij gaat, klinkt heftig in deze auto, maar hij gaat niet vooruit. Zij gaat altijd heel hard rijden en dan gaat ze remmen en heel hard kennen sturen. Jullie wel, als iemand rijdt en je gaat zo naar beneden, zeg maar, je opeens heel hard gas gaat geven, het lekker alsof je in een achtbaan zit. Ken je dat niet van vroeger? Als ik, toen ik een kind was, mijn vader ging rijden en dan ging hij heel hard naar beneden rijden, dan ging ik helemaal giechelen. Nou, ik ging dus waarom giechelen. Waarom deed je dat niet? Omdat ik bijna ging kotsen, man, door jou. Ja, jij vond het dan niet zo leuk. Ik vond het niet zo leuk. Maar goed, dat was het weer en we gaan nu naar huis toe. Tot dag. Inmiddels snel omgekleed. Oh, het is zo'n heerlijk gevoel. Lekker in mijn pyjama en mijn pantoffels. Naar een smeetje toe. Wij gaan daar lekker chai latte drinken. Ik heb mijn melk mee. En wij gaan de nieuwe aflevering van Team Mom kijken. Ik heb daar echt heel veel zin in. Ik ga snel rijden, jongens. En Esme had haar auto bij mij laten staan. Dus die gaat met haar eigen auto. Hey! Wij zijn nu bij Esme thuis. Ik wil jullie even wat laten zien. Want zij heeft dus allemaal van die... ja, wat is het voor kleur? Rosé kleur. Details, zeg maar. En ik heb haar deze pannetjes gegeven. En die heb ik eigenlijk heel erg lang. Maar die passen bij mij echt totaal niet. Maar kijk hoe leuk het staat bij haar in de keuken. Echt cute. Oké, wij gaan nu de lamp fixen. Deze moet dus weg, die grote. Ik weet niet eens of het de bedoeling is dat ik dom ben. Wij hebben, nou ja, Esme heeft dus deze gekocht. Je kan het nou eigenlijk niet echt goed zien. Maar hij moet dus zo hangen. En dan heb je zo'n vissenkom. Oh, ass. Even kort samengevat. Zoals ik al had gezegd. Het wel lukken. Is het ons niet gelukt om die lamp te fixen. Ik wist het al. Deze. Smee is inmiddels haar vader aan het bellen om haar te helpen met die lamp. En ik ga lekker chai latte maken. Ik zie dat niet. Kijk, het is gewoon gelukt. Alleen op beeld is het heel anders. Wat dan? Kijk dan. Huh? Je ziet hem niet op beeld. Lekker gewoon een... Nou, dat vind ik heel raar. Dit is echt heel raar. Op beeld is het zo... Op beeld is het alsof ik gewoon een glas op heb gehangen. Op beeld is het echt een vissenkop. Nou, ik vind het zo raar. Zo, ik ben net weg bij S. En ik had net dus vandaag gesproken. En hij heeft morgen dus weer opnames. Maar ze hebben op de set dus eigenlijk niet zoveel gezond eten. En zij wou graag dat ik nog voor hem ging koken. Het is inmiddels wel al 11 uur. Dus ik moet nu nog even koken. En bakjes voor hem maken. En ik denk, het is wel zielig, weet je wel. Hij probeert om gezond te eten. Dus dan ga ik hem ook wel even erbij helpen. Dus ik ga zo even nog bakjes maken. Oké, we zijn een uur verder. Ik ben echt helemaal geslopen. Ik heb het echt super warm. Maar dit is wat ik ervan heb gemaakt. Ik hoop dat Nessie het lekker gaat vinden. Dit is allemaal met rijst. Met halalburgers, kipsnussel, broccoli, Griekse salade. Er zit ook nog tomaat bij.
En ik heb volkoren pasta voor hem gemaakt met kipgehaktballen. En een beetje kaas overheen natuurlijk. Ja, ik ga even een foto naar hem sturen. Ik hoop dat hij blij is. Hij is nu onderweg. Oh, ik ben nu wel echt helemaal kapot. Ik denk dat ik even snel ga douchen. Daarna gelijk mijn bed induik. Want ja, ik moet nog 2 uur. Dus ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doei!